De supporters houden vertrouwen in NEC. 7500 toeschouwers zien hoe NEC moeizaam begint, maar wel op 1-0 komt na ruim een half uur door een doelpunt van Sjoerd Ars. Dan is de ban gebroken en Tom Dame schiet vanaf de strafschopstip 2-0 binnen. Uiteindelijk wint NEC met 3-1. En volgens Dame is het terecht dat de Nijmegenaren als titelfavoriet worden gezien. Wij willen promoveren, wij willen kampioen worden. Dus ik snap dat die mensen dat zo benoemen. En onze doelstelling is duidelijk, is promoveren. Klaar. Voor doelman Joshua Smits is het een opmerkelijke middag. Want het is zijn eerste officiële wedstrijd in het eerste elftal van NEC. Ja, dat is mijn vierde seizoen. Dus ik kan die debuut maken. Ja, daar heb ik lang op gewacht. Voor mij is het toch een memorabele middag. Ja, ik heb toch mijn debuut gemaakt. Dus die staat. En we zijn blij dat in ieder geval de start goed gelukt is in de Goffert. Goede ondersteuning van het publiek. En mogen ook meer seizoenkaarten erbij morgen. Daar gaat het tot slot om.